Dan gaan we direct door met de prijsuitreiking. En die wordt uiteraard. Hé! Kijk, hij is weer terug. Ja, met brief. We gaan ze namelijk noemen. Die hier vanavond op het podium kwamen onder uw daverend applaus. Ze zullen zo dadelijk gehuldigd worden door onze grote vriend Prins Bruno. En natuurlijk onder de begeleidende muziek van onze eigen hofkapel van vandaag, Ulvolume. Uw warm applaus voor de eerste sauwelaar van vanavond. Dat was, moet ik weer even spreken, Jonny van Gils. Uw applaus! De volgende die ten toneel kwamen was niemand minder dan de Suk. Natuurlijk een geweldig sambalduo dat niet mocht ontbreken vanavond. Uw warm applaus voor Jan en Jacqueline. En ze staan al klaar in hun oranje shirtjes, de samenwerking, de Boerendommers. En ook hij mocht natuurlijk niet ontbreken, Sambalhoeroe Willy van Wijngaard. En alle vakken zijn weer gevuld door Erik van der Westerlaken. Het regende pijpenstelen, maar deze keer was het een bijzonder heerlijk beetje. Uw applaus voor de Weather Sister. Last but not least, Samuel Jos Schippers. En er is nog technische problemen even op zich wachten, maar overavond aanwezig mijn vrienden van Sivina Rost. Met een heerlijke kussen. En als de kapel nog even door wil gaan, want volgens mij is er een enorme rij en jullie klinken zo gezellig. Oh, er is geen licht. Is er misschien licht voor de kapel? Dan kunnen ze ook de muziek lezen. En jullie spelen de hele avond al hetzelfde liedje. Ik heb het ook onderhand laten door een kop, zeker. Dames en heren, Ulvolume! En ik ga natuurlijk zo dadelijk mijn microfoon overhandigen aan onze voorganger van het Oberhuiskarnaval, Prins Bruno. Wat mij betreft, ik vond jullie een fantastisch publiek. En deze mensen vonden dat ook. Ik hoop jullie volgend jaar weer terug te zien. Als onze grote vriend Bruno echt klaar voor is. Bruno, aan jou het woord.
Ja, wat een avond, hè? Was goed, hè? Hij begon goed en hij eindigde goed. Ja, Tom heeft net heel veel mensen hier naar voren geroepen. Ze staan hier allemaal achter mij, de acts van vanavond. Maar natuurlijk nog zeer zeker speciaal dank voor de organisatie van deze sauwavond, de sauwcommissie. Nog een paar keer doen. Natuurlijk, JG Sound voor het licht en het geluid. Natuurlijk voor de twee baronnen, de gebroeders van Constant Rebek voor het filmen en het fotografie. Natuurlijk mijn eigen Raad van Elf voor de bediening en de verzorging van alles hier ter plekke. Ja, natuurlijk wel. Zo ook onze koude kant. De lokale horeca die heeft gezorgd dat het natje hier ook aanwezig is. Heel belangrijk. De Grien. Nicole en Carla, weer geweldig verzorgd. En natuurlijk, oh, ze zijn met z'n drieën, en Robin Kelder. Ja. Oh, daar komen ze. Natuurlijk de bosse bloemen voor de dames. Ja. Voor de Grien, ja, ik zei het al. Ik heb ze gezien, maar ze moeten van ver komen. Je hebt er drie, toch? Ja. Dames. En hij is zich al een beetje verstopt. Vorig jaar was ik hem bijna vergeten. Maar natuurlijk de avondpresentator van vanavond, meneer Tom van Aert. Ja, dan is het bijna carnaval. Twee sauwavonden, vanavond en morgen. Vanavond is er één winnaar. Morgen is er een winnaar. En van die twee avonden kiezen we dan morgen de overal winnaar, de oppersauwelaar. Maar dat is pas morgen. Overmorgen gaan wij de worst naar klaren brengen. We gaan al met een hele groep, maar iedereen is welkom. Om 12 uur bij DIMF gaan we vertrekken in een grote karavaan naar Minseldreef. Ik hoop dat jullie allemaal meegaan. Het wordt weer geweldig. Want we bidden, we smeken, we vragen om mooi weer. En daarom gaan we de worst neerleggen. En dan vanaf volgende week donderdag beginnen wij met ons carnavalsfeestje. Met vrijdag de officiële opening met de scholen. Maar jullie zijn hier gekomen voor het zouden. Dus jullie zijn natuurlijk heel benieuwd wie er gewonnen heeft. En er is een winnaar.
En ik weet hem. En ik zat te wachten op die trommel, Jos. Want het is natuurlijk altijd spannend. De winnaar van de vrijdagavondsauwel 2012 is Erik van der Westerlaken. En Erik is niet op zijn mondje gevallen, dus ik denk dat hij nog wel wat wil zeggen. Die had ik niet verwacht. Morgen om 8 uur is Albert Heijn weer open. Dankjewel. Mensen, mag ik jullie allemaal bedanken voor een fantastische avond. Namens iedereen hier achter ons. Wij hebben genoten. Wij hopen dat jullie minimaal net zo genoten hebben. Blijf nog gezellig even een borrel drinken. En een fijne avond. Dank voor uw komst.